In deze aflevering ben ik te gast bij Louisa van de Funky Vet podcast. Een hele goede morgen, Louisette. Nou, alles eerst, hoe is het met je? Hoe gaat het? Ja, gaat goed, dankjewel. Het is een mooie ochtend. Kijk, 10:15 zo. Heb je al je keto koffie of je keto ontbijt gehad? Ik heb koffie gehad met MCT-poeder erin en ik heb vanmorgen een eimuffin gegeten. Daar had ik toch wel, had wel trek in, ja. Ja, lekker, top. Dus of geen intermittent fasting? Vandaag niet, nee. Nou goed, allereerst, het heel leuk om even wat meer over jou te horen. Wat doe je en hoe ben je zo met het keto begonnen? Ja, mijn naam is Louisette Blikkenhorst. Ik heb Ketogeen in Zuid-Nederland opgericht. En hoe ben ik nou zo gekomen? Ik zal misschien gelijk even een beetje toewijden. Ik ben altijd al bezig geweest met allerlei studies en cursussen over voeding. Van macrobiotiek tot leefstijlcoach, tot ortomoleculaire voeding. En bij die laatste cursus kwam ik in aanraking met het woord ketogeen dieet. En had ik nog nooit van gehoord. Dus ik was heel erg geïntrigeerd altijd door de relatie tussen gezonde voeding en menselijke gezondheid. Hoe kan je nou met voeding zorgen dat je optimaal functioneert, dat je floreert. En ketogeen had ik nog nooit van gehoord. Dus ik ben toen... Dat was in 2016 ongeveer, heb ik allemaal informatie gaan verzamelen. En toen dacht ik, ja, lijkt me interessant, ik ga dus mezelf uitproberen. Dus in januari 2017 ben ik dat gaan doen. En binnen een paar dagen merk ik al zo'n verschil in mijn energie. Ook de ketogriep kreeg ik toen gewoon keihard mee te maken. Ja. Maar ik voelde me wel mentaal al heel scherp en veranderen. Ja, in de weken daarna voelde ik me echt super en super. Ik dacht, nou... Ik heb nog nooit een dieet of een voedingspatroon meegemaakt wat zo'n effect heeft. Dus tell me more. Ik wil hier meer over ontdekken. En toen ben ik een cursus gaan doen via de Real Meal Revolution. Online, vanuit het Afrika, van Tim Noakes en John O. Proudfoot. En daar leerde ik dat er hele studies van zijn. Dat het al toe wordt gepast als leefstijl, maar ook als therapie. Ik denk, nou, waarom weet ik dit niet? waarom heb ik dat nooit gezien? Dus ik was helemaal gegrepen daardoor. En ik ben het zelf ook blijven doen al die tijd. Een beetje aan en uit, maar ik ben wel altijd low carb, high fat blijven eten daarna. En nog meer gaan studeren en gaan ontdekken. En toen dacht ik, nou, ik ga het in mijn praktijk toepassen. Ik had een praktijk als ortomoleculair therapeut. En bij de mensen waar ik niet verder mee kwam, of waarvan ik dacht, er zit er een beetje vast, zei ik, van, ben je geïnteresseerd om dit te proberen? Ja. En als ze dat dan gingen doen, dan echt binnen 2-3 weken vaak al, gingen ze zo hard vooruit en verdwenen hun klachten langzaam, maar zeker soms ook razendsnel. Ja. Dus ik was helemaal om eigenlijk toen. Dus, en zo is het gaan groeien en gaan groeien. En was jouw, want je zei je begon gelijk eigenlijk met het ketogeen, hoe was jouw dieet ervoor? Was dat dan echt standaard dieet, wat meeste mensen, de schijf van 5, et cetera? Nou, toen ik ermee begon, toen was ik al een tijd lang bezig met een soort paleo-achtig voedingspatroon. Dus ik had al de granen uitgegooid. Ik had al veel minder zuivel en geen peulvruchten meer. Maar ik was nog niet heel erg bewust van carbs eigenlijk. Ja. Dus en daarvoor was ik echt gewoon een carb junkie hoor. Dat, ik had echt zo'n energiespiegel gedurende de dag. Ik had altijd middagdips en s'avonds viel ik in slaap. Dus daar was wel verbetering mogelijk. En ook echt een chocoholic was ik. Ja. En ja. Dus het was eigenlijk, je bent het meteen begonnen en het ook dus toegepast op jezelf, maar ook in de praktijk. En het Ketogeen Instituut, dat volgde al snel. En zo ben je eigenlijk ook mensen of andere voedingsdeskundigen, et cetera, gaan opleiden. Ja, want ik was in mijn praktijk aan het toepassen. Het heette eerst Benting Nederland, een beetje met een knipoog naar Zuid-Afrika. Later is het dus Ketogeen Instituut Nederland geworden. En ik merkte dat ik zoveel mensen hiermee kon helpen. Ik dacht van, ik ga er een online programma van maken voor particulieren. En zou ik mensen in het hele land kunnen begeleiden. En toen kreeg ik steeds meer vragen van collega's die zeiden van, hoe doe jij dat en waar leer je dat? Ik zie alleen maar Engelstalige opleidingen en
Is in het Nederlands ook iets beschikbaar? En toen dacht ik, nou ja, is het eigenlijk te wachten tot iemand dat ging doen? Dat een opleider ergens dat zou gaan starten? Dat ik me daar aan kon haken misschien? En dat gebeurde maar niet. En toen dacht ik, nou ja, ik schraap gewoon alles wat ik heb bij elkaar. Al mijn materiaal, alle kennis die ik heb. En ik maak er mijn eigen cursus van. En dat is 2,5 jaar geleden van start gegaan. Ja. Heel mooi. Ja, ik moet je vertellen, ik volg ook bij jou de cursus nu. Dit doe ik eigenlijk voor mijn kennis. En ik moet zeggen dat het ontzettend leerzaam is. Het is zo, als je eenmaal ervoor gaat zitten en echt in een... Ik moet echt dan weer wennen aan het studeren, dat wel. Maar dat ik er echt voor ga zitten, dat het ketogeen, dat het wordt toegepast. Of zo is het toch ontstaan voor mensen met epilepsie. En dat het al jarenlang ook, eigenlijk de oermens ook al enigszins keto at. Want je had natuurlijk geen beschikking tot de processed foods, tot de suikers. Hoe is dat, zeg maar, de hele misopvatting van keto? Wat zijn voor jou echt de... Want iemand begint met keto en zeker als je dat ook deelt in vrienden, kennissen, is het van nee, keto, dat is veel te veel vet. Wat zijn nou echt voor jou de grootste misvattingen van keto, wat we nu kunnen ophelderen van wat dus absoluut een fabel is? Ja. Nou, die uitspraak, keto, veel te veel vet. Ja. Ik denk dat mensen daarbij denken aan het klassieke ketogeen dieet, dat inderdaad is bedacht of samengesteld voor kinderen met onbehandelbare epilepsie. Die eten tot wel 90% vet per dag van hun totale energieinname. Dat is ook echt gigantisch. En dat is niet wat ik doe of wat ik cursisten leer of mensen laat doen. Ik laat ze veel minder vet eten. Maar het enige, het belangrijkste is dat je of gaat vasten. Nou, dat hou je natuurlijk niet heel erg lang vol. Daar raak je heel effectief van in ketose. Maar als je een dieet of voedingspatroon gaat volgen, dan is het belangrijkste dat je de koolhydraten laag houdt. Tot misschien wel maximaal 30 gram per dag als je echt in ketose wilt. Ja. En je hebt natuurlijk wel gezonde vetten nodig. Maar wat mij betreft doe je niet in alle koffie, roomboter en kokosolie. Ga je geen vetbombs tussendoor eten. Je moet wel goede vetten innemen en meer dan mensen gewend zijn. Maar het is niet zo dat je alleen maar bergen vet moet eten. Dat is echt een misvatting. Dus het is zo laag mogelijk in koolhydraten, genoeg vetten. Ja. En je zegt dus niet volledig alleen maar high fat. Dus die proteïnen zijn dus ook heel erg belangrijk om dat ook in je patroon te nuttigen. Ja. Ja. En je zei ketosis voor de luisteraars. Wat is ketosis? Of ketose dan in het Nederlands. Ja. Dat is eigenlijk een metabole staat, zou ik maar zeggen. Een staat in je stofwisseling. Waarbij je volledig overschakelt op de vetverbranding. En uit die vetverbranding komen metabolieten, zo van reststofjes eigenlijk, die heten ketonen. En het voordeel is dat we die kunnen gebruiken als energie. Dus we kunnen op een hele elegante manier eigenlijk zorgen dat de cellen toch worden voorzien van brandstof. Ook als er schaarste is of als er geen koolhydraten zijn. En die ketonen, die geven punt 1 heel veel energie. En dat voel je gewoon, dat voel je heel snel. Dat voel je ook heel scherp in je hoofd worden bijvoorbeeld. Het heeft ook andere effecten die heel goed zijn voor de gezondheid. Dus dat is eigenlijk de staat waarin je ketonen maakt en verbruikt, is ketose. En raad je aan voor mensen die bijvoorbeeld met het ketogeen dieet beginnen, raad je aan om dan meteen, wat is het, cold turkey, gelijk keto te doen en eigenlijk van een normaal standaard dieet vrij meteen een heel erg laag, wat je zei, 30 gram koolhydraten, meteen die switch maken? Of raad je aan om geleidelijk in keto te doen, dat je ook geleidelijk langzamer in ketosis uiteindelijk komt? Ja, dat laatste. Het kan wel dat je vanuit het ene extreme naar het andere extreme gaat, zou maar zeggen. Maar het kan allerlei aanpassingsproblemen geven, onder de ketogriep, die zoveel heftiger zijn. Ik zal zo uitleggen wat dat is. Maar je ziet ook vaak dat triglycerides, bepaalde vetten in het bloed, maar ook LDL-waardes, bepaalde verzuringswaardes, die gaan omhoog, die spiken echt eventjes. De nieren moeten zich aanpassen. Nou, allerlei systemen moeten zich toch aanpassen aan die nieuwe brandstof, aan het produceren en benutten ervan. En dat gaat eigenlijk veel beter en duurzamer en geleidelijker, zal maar zeggen. Als je dat gewoon rustig aan opbouwt en eerst een beetje omschakelt en dan pas in ketose gaat. Ja, en je zegt dus echt het ketone, als je ketone aanmaakt, een van de voordelen, er zijn dus energie,
Wat is het? Volgens mij is het ook iets van 80% van je hersenen bestaat uit vet. Dus je moet eigenlijk wel, het is ook meteen die mentale helderheid, et cetera. Wat is jouw mening omtrent koolhydraten? Heb je koolhydraten nodig? Wat veel mensen zeggen, ik heb koolhydraten nodig, anders dan kan ik niet goed presteren in de sportschool. Anders krijg ik een dip. Wat is jouw mening hierover? Nou, het interessante is, er zijn al tientallen jaren geleden onderzoeken gedaan naar hoe functioneert een mens, hoe komt hij aan zijn energie in tijden van honger of bij koolhydraatrestrictie. En wat zagen we daar? Ze lieten bijvoorbeeld mensen, een groep studenten, 40 dagen lang vast. Dus alleen maar water en een beetje zout kregen ze. En wat zagen we? Dat de glucosewaardes, die daalden wel een klein beetje en blijven daarna gelijk. Dus blijkbaar daalden die glucosewaardes niet verder. Dus het lichaam kan zelf uit vetten en uit aminozuren glucose produceren. En we zagen dat vetzuren en ketonen, die gingen stijgen. Vooral de beta-hydroxybutyraat. Dat is de bekendste keton die we hebben eigenlijk, of ketolichaampje. Die stegen echt enorm. Bloedsuiker bleef gelijk. En vrije vetzuurbenutting die steeg ook enigszins. En daar hielden mensen het 40 dagen lang op vol. En ze bleven cognitief, bleven ze gewoon scherp en helder. Maar als ik dan jouw vraag hoor van ja, sporters, die hebben wel wat meer adaptatie nodig. In het begin zie je dat ze zijn gewend om hun snelle energie uit koolhydraten te halen. En ik denk, uiteindelijk gaat dat wel goed komen. Ga je wel weer genoeg glycogeen aanmaken. Dus je voorraad koolhydraten kan je gewoon weer aanvullen. Ook als je geen koolhydraten eet. Maar ik denk als je echt explosief moet presteren, dus als je een sprinter bent bijvoorbeeld. Of je moet short track wielrennen, noem maar even iets. Dan heb je waarschijnlijk toch even wat koolhydraten extra nodig om explosief te kunnen presteren. Om even een instant energy boost te krijgen. Puur om dan praat je dus echt over topsporters. Ja. Maar iemand die gewoon een baan heeft, voornamelijk vrij vaak zittend werk, is prima om laag in koolhydraten te zitten. Totaal geen probleem. Ja. Er zit een groot verschil tussen man en vrouw. Is het vaak zo dat wij vrouwen toch vaker uit het even stoppen met het ketogene dieet of een keto-levensstijl, de vele vetten en dan misschien meer koolhydraten moeten eten? Nou, vrouwen hebben natuurlijk veel meer hormonen die ze moeten reguleren. En wat we inderdaad zien, dat in bepaalde fases van de cyclus of in de perimenopauze, of in de aanloop naar de zwangerschap bijvoorbeeld, dat er wel wat meer koolhydraten nodig zijn. En dat heeft ook te maken met een soort van oeraanleg in de vrouw. Een vrouw is veel gevoeliger voor stressprikkels. Die moeten echt kunnen sensen. Hè. Ze kunnen aanvoelen of het veilig is in de omgeving, of er gevaar is. Is er genoeg rust en vrede, zal ik maar zeggen, maar ook genoeg voeding. Ja. En als je natuurlijk voortdurend veel te laag in je koolhydraten zit, wat toch een klein beetje een stressprikkel is, of je bent aan het vasten, wat ook een stressprikkel is. Het kan een goede stressprikkel zijn, maar op dat moment kan het zijn dat het even iets te veel is. Ja. En dan voel je ook dat het even niet lukt. Dat je daar een beetje hangry van wordt. Of dat je voortdurend aan eten loopt te denken. Dat je ketonen misschien wat lager zijn. Want door die stressprikkel stijgt juist de glucosewaarde enigszins. Hè, door die stresshormonen. En dan kan het zijn dat je uit glucose raakt. Of je meer zin krijgt in meer koolhydraten. En dan denk ik ook van, geef daar ook gehoor aan. Ga daar niet mee lopen bettelen om dat gedisciplineerd vol te houden. Of omdat je fasting-app zegt dat je nog tot 12 uur daar niks mag eten. Die houdt geen rekening met jouw cyclus. Of dat je slecht geslapen hebt. Of dat je een andere stressprikkel hebt gehad. Als je als morgens wakker wordt en je denkt, ik heb wel eigenlijk behoefte om iets te eten. Neem dan iets verantwoord met genoeg proteïne, met genoeg vetten. Misschien een klein beetje koolhydraten. Dan kom je die ochtend veel relaxer door. En heb je die stressprikkel weggewerkt, zal ik maar zeggen. Ja. En dan hou je het veel beter vol. En dat is ook veel relaxter, ja. Dat is wel goed dat je het zegt. Ik denk dat dit vooral zit bij vrouwen. Dat wij, als wij dan ergens lezen, bijvoorbeeld het intermittent fasting. Dat wij dit gelijk volledig alles of niets meteen gaan doen. Maar dat zoveel ook cortisol kan aanmaken. Als je zo gefixeerd bent op het, maar ik moet echt 16 uur vasten of 12 uur vasten minstens. En
dat het uiteindelijk kan je dus, als je doel bijvoorbeeld afvallen is, kan dat ook zo tegenwerken, omdat je dus je lichaam gewoon, je luistert niet naar je lichaam. Ja. En ik denk dat mannen daarin wat makkelijker zijn om gewoon die eten wanneer ze honger hebben. En ik denk dat de vrouwen meer bezig zijn met, oh ja, maar hebben we wel genoeg calorieën? Kan dit wel? Dit is te veel? Ja. Dit. En ik denk ook dat daardoor een van de, ik las laatst een artikel over bijvoorbeeld dat was Vanessa Espina, die vertelde over eating disorders, dat er veel meer vrouwen problemen hebben met echt bulimia of het niet eten, puur omdat wij zo soms gefixeerd zijn op het nummertje op de weegzaal of wat dan ook. En dat is ook natuurlijk een beetje een rol van social media, dat we dat gewoon echt moeten loslaten en gewoon moeten weer helemaal naar de basis van wat voelen we vandaag. Hebben nog geen trek? Prima, dan eet je niet. Maar heb je wel in de ochtend al om 7 uur 's ochtends zin om even goed ontbijt te eten, dan prima. Ja, doe het dan ook. Ja, precies. Ja. Ja. Op de vetten. Ik denk dat ook een van de misvattingen omtrent het ketogeen of überhaupt vetten, zijn die verzadigde vetten. In het Engels al de saturated fat. Ja. Is daar een limiet van, oh ja, we mogen ook met het keto niet te veel verzadigde vetten? Of zit daar een verschil in de bepaalde vetten die we kunnen nuttigen? Want er zit zeker verschil in de soorten vetten die je kunt eten en welke ook gezonder zijn. De een is gezonder dan de ander. Ja. Sinds decennia zijn natuurlijk berichten geweest dat verzadigd vet zo ongezond is. Dat je daar dichtslippende aderen van krijgt, dat het slecht is voor je hart. En dat je cholesterol ervan omhoog gaat, gewoon dat je ze moet vermijden eigenlijk. En intussen heeft zelfs een website voor de Nederlandse diëtisten aangegeven dat er geen bewezen relatie is tussen verzadigde vetten en hart- en vaatziekten. Dus die is gewoon ontkracht. Klaar. Ja. Overboord, weg ermee. Gaan we niet meer naar luisteren. En hoe zit dat met alle mensen die te horen hebben gekregen dat ze een hoge bloeddruk hebben? Dat ze eigenlijk helemaal geen boter moeten, oh, je mag niet te veel vetten eten, je moet juist de margarines eten en alle plantaardige boters zo laag mogelijk in vet. Wat zou je tegen mensen zeggen die dus een hoge bloeddruk hebben? Nou, een hoge bloeddruk is sowieso een kenmerk van insulineresistentie. Daar komen we zo nog eventjes op. Ja. Ik hoorde jou zeggen, dat wordt dan gezegd of geadviseerd van eet geen boter en volle vetten, maar ga liever voor de margarines en de light producten. Vlees, oh, te veel vlees is ook niet goed. Ja, nou ook dat is gewoon niet te onderbouwen vanuit de fysiologie. Lichamelijk gezien werkt dat niet zo. Ik denk dat juist dat het belangrijker is om de natuurlijke vetten te eten, dus boter, kokosolie, olijfolie. Dat zijn goede vetten, daar kan je ook gerust wat meer van eten zonder dat dat gevaarlijk is voor je. Als je daarnaast maar wel je carbs, je koolhydraten laag houdt. Je wil niet allebei hoog, want dat is weer een ander probleem. Ja. Maar die margarines en al die andere bak- en braadproducten zijn gemaakt uit zonnebloemolie, canola oil. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands, geloof ik. Raapzaadolie heet het, geloof ik, in het Nederlands. Ja, of sojaolie zie je ook steeds meer deze kant op komen. Dat zijn echt de verkeerde vetten. Die gaan zorgen voor ontstekingsreacties in het lichaam. En ook in ontstekingen. Ja, je wilt niet voortdurend ontstekingen in je lijf hebben. Dat gooit heel je metabolisme omver. En dat draagt juist bij aan de ontwikkeling van ziektes. Dus iemand met hoge bloeddruk, zou ik zeggen, omega 6, geloof ik, toch bevat? Omega 6, ja precies. Dus omega 6 oliën zijn dat eigenlijk, de omega 6 vetten. Die in die oliën zitten. Die moet je echt zien te vermijden. En ga vooral kiezen voor omega 3 oliën of dierlijke vetten. Want die hebben dus ontstekingsremmende eigenschappen. Ja. Dus bij iemand met hoge bloeddruk zou ik sowieso zeggen, ga low carb eten, want dan daalt je bloeddruk heel snel. Ja. Dat is een kenmerk van insulineresistentie. En een beetje bang van die goede vetten, die kan je gerust gaan eten. Ja, en insulineresistentie, dat ook tijdens jou, nu ik jouw studie volg, daar lees je veel over. Wat houdt het precies in? Nou, het komt een beetje op neer, insulineresistentie, dat de cellen die raken een beetje ongevoelig voor de boodschap van insuline. Normaal gesproken, als je koolhydraten eet, dan stijgt je bloedsuikerspiegel. Dan wordt er insuline vrijgegeven vanuit de alvleesklier of de pancreas, zoals je het noemen wilt. Die dokt aan bij zo'n cel. En die cel kan dan een deurtje openzetten om glucose op te nemen. Maar als dat gewoon te vaak gebeurt of in grote hoeveelheden, dan
raakt die cel een beetje oververmoeid en een beetje ongevoelig voor die prikkel van insuline. En die gaat een aantal van die receptoren, van die ontvangertjes, gaat die uitzetten. Ik weet niet of dat nou een bewuste keuze is, maar in ieder geval een overload. En daardoor wordt hij minder gevoelig voor insuline. En wat je dan ziet, is dat iemand koolhydraten eet of door stress stijgt je glucose. Ja. Glucose staat voor de deur van die cel. Insuline komt wel, maar kan nergens aanhaken. Dus die kan die cel niet activeren. Glucose blijft voor de deur staan. Nou, wat doet het lichaam bij hoog glucose, wat hij niet kan wegwerken, wordt omgezet in vet. Dus wordt in vetlagen opgeslagen. Maar die insuline blijft dus voor de deur staan. Die blijft daar ook hoog in het bloed aanwezig. En dat is een probleem. Want als je insulineresistent bent, hè, dus ongevoelig bent voor die insuline, dan stijgt de insuline in het bloed steeds hoger, hoger, hoger. Dat noemen we hyperinsulinemie. En dat is het probleem van heel veel ziektebeelden. Of de oorzaak eigenlijk. En met een ketogeen dieet zou je dit in principe kunnen verhelpen? Ja. Ja, zelfs al als je niet helemaal ketogeen gaat, dat je zegt al van ik ga al lager in de koolhydraatinname zitten, dan zal je zien dat die insulineresistentie minder zal worden. En ook die hyperinsulinemie gaat dalen. Want ja, als je niet heel veel koolhydraten eet, stijgt je glucose niet zo hard, hoef je niet zoveel insuline af te geven. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk het dichtdraaien van de kraan. Als je bad al vol is, laat het er niet overstromen. Je stopt gewoon met de koolhydraten, zodat er geen insuline meer nodig is. Duidelijk. Ja, interessant. Ik had ook een vraag op, stel je voor, iemand, ik moet zeggen, ik ben zelf al, denk ik, 8 jaar bezig met een ketogeen. Ja, voor mij is het echt een levensstijl. Ik eet gewoon meer vet, focus op proteïne, laag in koolhydraten. Raad jij aan, waar ik soms bang voor ben, is dat ik, mocht ik wel koolhydraten eten, bijvoorbeeld, we waren van de zomer waren we in Italië. Toen dacht ik, ja, als ik voel dat ik pizza wil eten, ga ik dat gewoon doen. Heb ik niet gedaan, omdat ik zoiets had van, oh, maar ik ben zo lekker, weet je, de salades en het kaasje vond ik al helemaal prima. Maar ben ik uiteindelijk gevoeliger voor koolhydraten, omdat ik zo lang ze misschien uitsluit? Dus als ik wel een keertje, wat is het, zetmeel of... ja, kijk, bijvoorbeeld zoete aardappel, dat doe ik nog wel tijdens in mijn cyclus. Maar stel je voor, ik ga wel all wild en ga voor de processed sugars en weet ik allemaal wat. Ja. Word ik daar dan heel erg ziek van? Dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe je dan toe was voordat je hiermee begon. Welke gevoeligheid je hebt. Heb je aanleg of had je te maken met bepaalde ziektes? Ja. Dan kan het natuurlijk best wel zijn dat je, als je ineens een binge moment hebt en je gaat heel veel processed carbs eten, zoals jij het noemt. Ja. Dan kan het natuurlijk best wel zijn dat je daar last van gaat krijgen. Zeker als je hormonaal of als je darmproblemen hebt gehad. Ja. Dan kan het best dat het reageert. Ik ben zelf een soort olifant. Ik lijk nergens op te reageren. Tenminste, ik kan bijvoorbeeld wel eens een keertje helemaal door het lint gaan. En dan denk ik, oké, volgende dag zie ik dan een beetje puffy uit. En ik voel me even wat minder fit. Maar in de loop van de dag komt het wel weer goed met mij. Maar dat heb ik dan. Ja. Maar ik kan ook die daarvan wel nadelen ervaren. Dus dat moet je ook... En ik denk ook niet dat je dat te vaak moet doen. Net zoals ik al zei, je lichaam moet zich aanpassen aan die ketose en ketonebenutting. Maar andersom, als je in één keer een hele berg glucose gaat toedienen, dan kan je daar natuurlijk best wel even vervelend door voelen. En dan moet het lichaam weer stap voor stap een beetje zien die glucoseberg op te vangen. En het grappige is, als ik dat mag vertellen... We doen in de afgelopen tijd zijn we bezig met pilots om insulineresistentie te meten of hyperinsulinemie. En dan laten we mensen dus nuchter komen, zijn we dus mee aan het experimenteren. Ja. Dan worden ze eerst gemeten, glucose en insuline wordt gemeten. Daarna geven ze 75 milliliter glucose te drinken. En dan gaan we ze na een half uur, of na 40 minuten, na een uur, na 2 uur nog een keertje meten. Nou, en sommige mensen gaan echt onderuit daardoor hoor. Zitten erbij, die zijn heel stoïcijns, die hebben nergens last van. En er zijn ook mensen die worden misselijk, die worden draaierig, die worden apathisch. Of hyper juist. Dus dat is heel interessant. Echt per individu eigenlijk zo. Ja. Hoe je daarop reageert. Dus ook al volg je het ketogeen, levensstijl, het dieet. Om dat ook weer rustig op te bouwen, mocht je wel weer voelen van... Hey, ik wil even wat koolhydraten eten. Moet je daar ook best wel bewust mee omgaan. Ja, ik zou dat niet, dat kan misschien voor een keer geen kwaad als je daar flexibel in bent.
Maar ik denk juist, metabole flexibiliteit vind ik heel belangrijk. Dat je van zowel vetten en glucose gewoon goed gebruik kunt maken zonder iedere keer te moeten aanpassen. Ja. Ik denk dat het wel goed is om niet 24/7 het hele jaar door alleen maar in ketose te zijn. Dat je ook wel eens een periode moet hebben. Ik hoorde jou net zeggen, bepaalde dagen eet ik ook zoete aardappel. Ja. Of eet ik wat meer fruit bijvoorbeeld. Of ik heb andere zetmeelrijke groentes bijvoorbeeld gegeten. Ik denk dat het prima is om dat af en toe eens een beetje af te wisselen. En niet maar alleen maar in ketose te zijn. Anders word je weer metabool inflexibel. Maar dan aan de kant van de vetbenutting. En dan heb je weer moeite met de glucose die binnenkomt. Duidelijk, ja. Want anders word je ook een soort van, je lichaam wordt daar ook lui in. Die denkt ook van, oh, dat gaat alleen maar op vetverbranding. Het is die flexibel, ja, precies. De koolhydratencycling. Dat je toch een beetje in en uit af en toe doet. Ja, precies. Jij had net over omega-6. Want omega-6 is altijd wat je hoort. Oh, maar dat is ook super gezond. Want dat zijn ook alle de noten en de chiazaad moet je vooral toevoegen aan je havermouten, et cetera. Wat zijn nou echt de, laten we zeggen, quote-unquote, de gezonde voedingen die we nu, wat je eigenlijk afraadt? Wat qua marketing en heel erg, kijk maar bijvoorbeeld naar havermout, dat is altijd wel een gezondheidsvoeding geweest. Ja. Wat zijn nog meer bepaalde voedingen dat je echt zegt van nou, dat moet je niet al te serieus nemen. Nou, al die superfoods vind ik sowieso helemaal compleet uit de context gerukt. Dat, dan horen mensen dat als je bepaalde bessen eet of een bepaald stofje neemt of havermout gaat eten of zo, dat je daar gezond van wordt. Maar dat heeft ook met je complete leefstijl te maken, met je complete voedingspatroon, maar ook hoe je slaapt, hoe je beweegt, alles. Ja. Een handje bessen per dag gaat je niet redden dan, zal maar zeggen. Dus moet je even relativeren van hoe waar is dit. En jij zei net van ja, die omega 6 heeft een negatieve naam. We hebben het inderdaad ook gewoon nodig. Alleen het hoort eigenlijk zo te zijn dat je meer omega 3 binnenkrijgt dan omega 6. Ja. En wat je nu ziet met de huidige voedingspatroon is dat mensen veel meer omega 6 binnenkrijgen en minder omega 3. En daar moet je dus wel op letten, dat je bijvoorbeeld meer eieren, vis, hè, bevat ook veel omega-3, dat je daar meer van binnenkrijgt en dan minder van die zaakjes en die prikjes en die nootjes. Ja, want dat is vaak althans toen ik begon met het ketogeen, was het, oh maar top, want dan ga ik lekker taartjes maken en dan niet met normaal bloem, maar dan nu met amandel. Nou, dan amandelbeslag en nou ja, dat is zoveel gram al aan amandelen, dat is gewoon, als je daar eigenlijk over nadenkt, dat is zo hoog in omega 6. En ook amandelpasta en et cetera. Dus daar is het echt wel belangrijk. Je hebt natuurlijk heerlijkere desserts en recepten wat je kan maken, wat nog in een keto- of koolhydraatarm dieet past. Maar dat je daar ook wel, dat je toch uiteindelijk bij keto toch naar de basis moet gaan. En dat is gewoon toch van de normaal, beetje groente, beetje fruit, vis en vlees. Ja. Ik denk belangrijk is dat mensen gewoon weer gezond leren eten. Wat is nou volwaardige en nutrient dense, hè, zoals we het op het Engels zeggen. Dus nutriëntrijke voeding. En dat is dan verse groenten, goede eiwitten, gezonde vetten. En het is best leuk om uit amandelmeel af en toe eens een brownie te maken of zo. Dat is best wel lekker. En dan kan op verjaardag bij een feestje hartstikke leuk zijn om dat te kunnen doen. Of als je een keertje zin hebt, dat je denkt, ik wil niet even iets lekkers. Zou ik zeggen, doe dat gewoon. Maar ik zag ook mensen op een gegeven ogenblik elke dag keto brood eten op basis van kokosmeel en amandelmeel. Elke dag bij de thee een keto muffin eten. En dan ook nog vetbombs erbij gingen maken met cacaoboter en kokosolie en lekker veel vetten. Ja, die vielen dus niet af en die kwamen in problemen. Ja, en dus, die denken, hé, maar keto werkt helemaal niet, want ik kom alleen maar aan. Maar ja, dat is natuurlijk ook een overdosis wat je kan hebben. En de eerste vraag, als mensen zoiets zeggen van ik doe al zo lang keto en ik kom alleen maar aan en ik voel me ellendig, het werkt helemaal niet voor me. De eerste vraag die ik stel is, heb je ketonen gemeten? Ben je überhaupt in ketose? Ja. Dus nee, ik volg gewoon een boekje of een programma, dus het zal wel goed zijn. Die hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. En daarom vind ik het zo belangrijk om mensen ook die kennis te geven, om met ze te delen, dat ze het zelf kunnen gaan begrijpen en kunnen gaan uitvoeren. En dan gaan ze een keertje ketonen meten. Dan blijken ze helemaal niet in ketose te zijn. Ja, dan zitten ze gewoon de glucoseverbranding en tussen slaan ze al die vetten op.
Dus dan sla je de plank helemaal mis. Ja. En moet je bij keto ook heel erg kijken naar de calorieën? De calorieën die je eet? Nou, in eerste instantie niet. Zeker als mensen dit gaan doen omdat ze af willen vallen. Zou ik zeggen, in het begin eet wanneer je honger hebt. Mensen zijn zo geneigd om gedisciplineerd dan maar zichzelf te gaan beperken. Ja. Eerst dat lichaam wennen aan die extra vetten, aan minder koolhydraten. En als je honger hebt, dan neem je bijvoorbeeld een gekookt ei. Of je neemt een zadencracker met een plakje vleeswaren of wat je ook lekker vindt. In het begin doet het er niet zo moeilijk over. En dan zal je al zien dat ze in de vetverbranding raken. Dan gaan ze ook afvallen. Maar op een gegeven ogenblik komen ze op een plateau terecht. Dan vallen ze niet meer af. Want dan verbranden ze voornamelijk de vetten uit hun voeding, maar niet van hun eigen lijf. Nou, dat is het moment om te zeggen, ga minder vet te eten. Dus je gaat je vetinname een beetje terugschroeven. Eventueel een beetje meer eiwitten als je daar behoefte aan hebt. En dan ga je gewoon je lichaams eigen vetten gebruiken. En dat is wat ze willen. Ja. Dus het is toch uiteindelijk dan wel even kijken naar hoeveel calorieën komen er binnen. En moeten misschien wat minder. Ja, vet is heel erg calorierijk. Dus dan ben je snel aan het hypercalorisch aan het eten. Of ja, als je te veel eet. Dus op die manier kan je dat dan bijsturen. Ja. Maar ook mensen die zeggen, ik wil niet meer afvallen of ik wil juist aankomen. Ik heb ondergewicht, kan ik ook aankomen als ik ketogeen ga eten? Ja, dat kan zeker. Dat kan je gewoon doen door weer extra vetten toe te gaan voegen. Ja. Dan gaat het hard. Ook in dat je vaker op de dag dan, stel je voor jou, je doel is aankomen met het ketogeen. En dat is eigenlijk een hele gezonde manier om aan te komen. Raad je dan aan om vaker te eten gedurende de dag? Of je porties te gewoon vergroten, maar nog steeds ook niet te vaak, niet te veel snacken gedurende de dag? Nou, ik denk als je gaat snacken op een ketogeen dieet, dat het ook niet goed gaat. Want wat je ziet is mensen minder honger krijgen. Ze raken veel verzadigder. Dus ook als ik mensen hoor zeggen dat ze keto-repen eten of keto-tussendoortjes willen snacken. Ik denk, dan klopt er iets niet, want volgens mij heb je gewoon helemaal niet zo'n honger. Ja. Ik zie dat mensen van nature nog maar 2 of 3 keer per dag gaan eten. Dat het vaste tussendoor ook vanzelf gaat. Ja. Maar als iemand nou echt wil aankomen, is soms wel een probleem. Want die kunnen gewoon niet meer eten. Ze zitten gewoon vol. Ze hebben gewoon geen zin om te eten. Ja. Dus wat ga je dan doen? Ja, dan zou ik zeggen, ga over die maaltijd die je eet wat extra MCT-olie doen. Of wat extra kokosolie. Voeg wat extra roomboter toe. Gewoon die vetopname een beetje, of die vetinname een beetje opschroeven. En dan, of dan toch maar wat vet in je koffie doen misschien. Ja, zo kan je dat verhogen, ja. Mooi, duidelijk. Top. Nou, ik denk dat we eigenlijk al best wel veel punten hebben behandeld. Ik ben eigenlijk ook benieuwd, hoe ziet jouw voedings, ja, hoe ziet jouw dag eruit als het gaat om voeding? Je zei al net, je begon MCT in je koffie. Ja, klopt. En dan voel ik inderdaad aan of ik wel of geen ontbijt nodig heb. En dan kies ik meestal voor of iets met eieren of een low carb cracker met wat vleeswaren of soms ook wel eens gewoon zuivel met wat keto granola doe ik dan wel. Net waar ik zin in heb, wat ik in huis heb. In de middag, ja, ik kijk gewoon wat ik heb. Ik heb altijd van alles in huis. Blikjes vis, ik heb kip in huis, ik heb, wat heb ik nog meer? Eieren heb ik ook altijd in de koelkast staan, gekookt en wel. Dan pak ik altijd of koude groenten van de dag ervoor, sla, avocado, tomaatjes. Ik maak altijd een heel saladefeest van, zal ik maar zeggen. En daar heb ik meestal al genoeg aan. Of een soepje, of soms eet ik alleen maar vlees. Dan heb ik gewoon zin om een stuk biefstuk te eten. Dat doe ik ook wel eens gewoon. Ja. En in de loop van in de avond, als ik ga dineren, dan, ja, ik heb ook nog een gezin met een man en een zoon. Dus, en die wil niet altijd ketogeen eten. Ja. Nee. En dan eet ik wel een zoete aardappel mee. Of heel soms denk van, nou, ik heb vandaag wel zin om wat extra koolhydraten te eten. Doe ik het ook. Maar meestal is het gewoon vlees of vis of eieren of kip. Met heel veel soorten groenten. Wat olijfolie of wat andere olie eroverheen. Of wat vet. Ik denk geen koffie meer 's avonds. Dat doe ik alleen overdag. Ja. Maar een stukje pure chocola bijvoorbeeld. Dat gaat er nog wel heel goed in dan. En dan eigenlijk, that's it. Daar kan ik het gewoon goed op doen. Ja, en dat is zo mooi dat jij ook met het keto, je bent ook gewoon verzadigd. Dus dat is het. Je bent zoveel, je hebt eigenlijk zoveel tijd om aan andere dingen te denken, aan te werken. Ja. Want je hebt dat eten is gewoon, dat is erbij, maar het is niet de hoofd. Ik heb zoveel dingen gedaan daarvoor qua diëten. Altijd snacken, snacken, snacken. Ik was altijd bezig met volgende maaltijd. Al tijdens het eten dacht ik, oh ja, maar wat kan ik zo meteen eten? En dat heb je van mannen met keto. Dat is echt wel een van de
fijne voordelen. Ja, absoluut. Het is heel bevrijdend, ja. Ja, en jij zegt dus dan ook dan om de zoveel... Je doet niet iedere dag bijvoorbeeld intermittent fasting. Dat is ook een beetje aan de hand van hoe jij je voelt. Als je het elke dag doet, is het niet meer intermitterend. Juist, ja. Dus dan wordt het gewoon een vast patroon. Dat is ook een beetje voorkomend op de voeding van je kan niet altijd alleen maar keto doen. Nee, precies. En ik denk dat het intermitterende, dat af en aan en onregelmatig, dat je lichaam sterker maakt dan wanneer je er een vast patroon van maakt. Dus je wilt die flexibiliteit, je wilt jezelf prikkelen, je wilt jezelf af en toe uit je comfortzone duwen. En soms ga ik ook wel eens en wetens mijn maaltijd uitstellen. En dan denk ik, weet je wel, nu voel ik hem wel eventjes. Maar als ik het kan hebben, als ik er niet onrustig van word of gestrest van word, dan ga ik er gewoon doorheen. Ja. Dat kan prima. Maar als op het moment dat ik denk, ik ga er nu echt, ik heb nu visioenen van brownies of zo, of ik krijg opeens zin om wat te gaan bingen. Ja, dan is het misschien toch wel handig om even iets gezonds te pakken en maar even op te geven nu. En gewoon te luisteren naar mijn eigen lijf. Dat is het belangrijkste. Dat is heel belangrijk. En ik denk dat is zeker een hele mooie manier is om met keto te beginnen, omdat je dan weer echt weer naar de basis gaat en gaat voelen ook van waar heb ik zin in? Heb ik überhaupt trek? En als je geen trek hebt, helemaal prima. Eet dan nog niet, wacht nog even. Ja, mooi. Als mensen wat meer vragen hebben over dit dieet of eventueel bij jou de cursus zouden willen volgen, waar kunnen ze jou allemaal vinden? Nou, www.ketogeeninstituut.nl, dat is mijn website. Daar vind je ook alle links naar de social media. Ik heb ook nog een podcast, de Keto Podcast. Daar vertel ik ook heel veel van mijn kennis in. En ik heb dus de cursussen voor professionals, ketogene voeding en leefstijl en ketogene therapie. Maar ik heb ook een programma voor particulieren die zelf aan de gang willen hiermee. En ik zeg altijd, dat zijn geen kant-en-klare weekmenu's, ze zijn niet vol met recepten. Je gaat echt zelf leren van hoe pas ik dit toe, hoe ga ik dat stap voor stap opbouwen en hoe maak ik die switch naar ketose. Want ik kan niet voor iemand bepalen wat hij moet eten, of wat je lekker vindt of wat bij jouw leefstijl past of bij jouw gezin of bij je werk. En als je zelf snapt hoe het werkt, dan kan je daar gewoon je leven lang mee aan de slag. En dan kan je het aanpassen en fine-tunen waar het voor jou nodig is. En dan ben je dus ook niet afhankelijk van een appje of een dingetje. Nee. Ik weet, een aantal jaar geleden was ik helemaal met de fitnesspal. En je moet elk appje gebruiken. Maar dan ga je dus zelf niet meer nadenken. Je moet dus echt weer kijken naar van wat heb ik nodig. Dus dat is mooi dat je zo... Maar je kan zo'n app wel gebruiken in het begin, als van zijwieltjes, als je leert fietsen. Even een beetje steun, even kijken van doe ik het goed. Maar in principe heb je na verloop van tijd zo'n app helemaal niet meer nodig. Nee. Nee, super. Ik wil je ontzettend bedanken voor deze Zoom. Heel interessant. En ik denk ook zeker dat dit een heel mooi onderwerp is geweest voor mensen die echt even in de basis zijn van eventueel beginnen. Of dat ze eventueel vragen hadden van is dit iets voor mij? En dat het dus ook heel interessant kan zijn, zowel voor mannen en voor vrouwen die willen beginnen met het ketogeen dieet. En daar uiteindelijk een levensstijl ook van maken. Nou, ik vond het hartstikke leuk om te doen en dankjewel voor de uitnodiging. Yes, dankjewel. Dit was een aflevering van de Keto Podcast in samenwerking met Funky Fat Podcast. Wist je dat Funky Fat Foods ook lekkere keto-proof en guilty-free chocola maakt? Kijk eens in de Keto Leefstijlwinkel. De link vind je hieronder in de show notes.